Kommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Osten wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau vernommen. In de zomer van 1942 werd het Vlaams legioen na een half jaar bijna ononderbroken strijd in de Volghofmoerassen onder het bevel van SS-Hauptsturmführer Konrad Schellung naar het omsingelingsfront van Leningrad overgeplaatst. Want van de 24 juli 1942 af waren de Vlamingen aan de westelijke zijde van het Leningradfront in stelling gebracht, aan de voet van de Dudehofhoogte op een tiental kilometer ten zuiden van Leningrad. Daar diende het Vlaams legioen de gaten te vullen in de stellingen van het zwaar uitgedunde Letse vrijwilligerslegioen. Stel je voor, meneer De Wilde, van juli tot oktober hebben wij voor Leningrad, voor Pushkin, in ons loopgraven zonder aflossing gezeten. Stel je voor dat jonge mensen in een gracht gestopt worden hier in het veld, zoveel maanden lang. In regen, in slecht weer, in gevechten, zweten, poeieren damp, wat weet ik nog, luizen. Geen gelegenheid om u te wassen, om u te scheren, om het haar te knippen enzovoort. Geen verversing van kleren. Dat is vreselijk. De botten van de mensen die dan afgelost werden, diegenen die ze konden uittrekken, die hadden dan geen sokken meer aan. Dat wel een stukje over hun benen nog, maar aan de voet was helemaal niks meer. Het was verrot. Verrot. Het stonk tegen de wind in. En het gebeurde niet zelden dat die botten helemaal van de voeten me gingen. Dat dat moest opengesneden worden. Is er daar ook aan zelfverminking gedaan aan het Oostfront? Ja, één ding. Kent jij? Kennen we. Eén die sneeuw is een botten gestekenheid, hè? Sneeuw is een botten? Sneeuw. Oh, met welke bedoeling? Ah, voor naar achter te komen, hè? Voor niet met mij te doen, hè, zeker. Hè? Een begin van bevriezing te krijgen. Ah, ja, voor een, ja. En wat is het resultaat? Wat was daar? Hij was bevrozen. En ze hebben zijn twee voeten moeten afnemen. Afzetten. Ja. Afzetten. Ja. Tijdens hun inzet aan het Oostfront werden de Vlaamse vrijwilligers geconfronteerd met het probleem van de Russische krijgsgevangenen. Volgens de conventie van Genève was elk leger verantwoordelijk voor de verzorging van zijn gevangenen. Maar de Sovjet-Unie had deze conventie nooit ondertekend en paste ze bij gevolg niet toe. De Duitsers maakten daarvan gebruik om de conventie niet op de Russen toe te passen, hoewel Duitsland deze conventie wel had ondertekend. Vooral wanneer Russische legereenheden zich na omsingelingsslagen massaal overgaven, ontstonden onvoorstelbare toestanden. Als men er zoveel nam, dat was wel de voeding. Want 650.000 man, al geeft je die maar 100 gram brood per dag, anders niets, dat is een massa brood. Hè. Die heb je niet direct bij. Je kunt toch moeilijk verwachten dat er een Duitse Wehrmacht of een SS-man, dat die een stuk van zijn brood gaat snijden voor de krijgsgevangenen te geven. Hè. Dus er zijn ongetwijfeld heel wat krijgsgevangenen van honger omgekomen. Ik zag niet betwisten, maar dat is ook langs de andere kant gebeurd. Voor menig Vlaamse Oostfrontstrijder is dat blijkbaar een nog tot op heden moeilijk toe te geven feit. Dat meer dan eens wederzijds, hoegenaamd, geen krijgsgevangenen werden gemaakt. Zijn wederzijdse krijgsgevangenen neergeschoten? Goed mogelijk. Naar gelang de omstandigheden. Er waren omstandigheden waar gevangenen niet konden achteruitgebracht worden.
In geval bijvoorbeeld, je bent ontvecht. En je bent ingesloten. En je maakt krijgsgevangenen. Wat moet je daarmee doen? Ja, wat deed men dan? Ik heb het zelf niet beleefd. Maar die werden naar achter gestuurd en daar werden ze opgeknoopt of wat, dat weet ik niet. Je begrijpt wanneer een tiental soldaten 100 krijgsgevangenen maken en zij moeten dan achteruitgebracht worden door een gebied dat door de partizanen wordt bezet, dan begrijpt u dat die twee mensen die 100 krijgsgevangenen zullen begeleiden, dat ze niet zullen terugkeren. En ik kan me voorstellen dat in dergelijke gevallen moorden zijn gebeurd op krijgsgevangenen. De Vlaamse legioensoldaten moesten als waffen-SS'ers niet op genade rekenen wanneer ze in handen vielen van de gevreesde vrouwelijke Russische soldaten. Sommige deze vrouwen hadden zich al van bij het begin van de inval voor het leger gemeld. Anderen hadden zich voor frontinzet gemeld nadat hun echtgenoot of hun gezin door de Duitsers om het leven was gebracht. We hebben op een zeker bij Charkov twee jongens gevonden, die welke aan een boom vastgebonden waren met ijzeren draad, die doorgetrokken was tot op het beenderstelsel, zodat het vlees erover ging. Hun geslachtsdeel afgekapt en in hun mond gestoken. Door dokters is dan vastgesteld dat de geslachtsdelen afgekapt waren door bajonetten. En dit was uitgevoerd door flintenwijber. Wat is dat? Flintenwijber, dat waren vrouwelijke bataljons die aan het front stonden bij de Russen. Waarom viel niemand van jullie graag in de handen van de Russische vrouwelijke soldaten? Wij hadden meer schrik van die vrouwen, omdat wij geloofden dat die sterker gemotiveerd waren om zich dan in de voorste lijnen in te zetten, dat die sterker gemotiveerd waren en dan ook veel fanatieker aan de vijand gingen. Trouwens, wij hadden heel wat mensen gevonden van ons die wij bij eventuele terugtocht van de Russen vonden, die vreselijk verminkt waren, die hun geslachtsdelen afgesneden waren en zo meer. Wij hebben vreselijke dingen daar gezien. En waarom brengt u dat in verband met de Russische vrouwelijke soldaten? Wel, omdat het bij ons wel een beetje de neiging daar was om te geloven dat de vrouwen daar... Ik zal niet zeggen dat de mans dat ook niet deden, maar de neiging was er dat de vrouwen eigenlijk wel de scherpste eraan waren. Dat die het dergelijke gruwelijkheden het liefst deden. Begin februari 1943 werd de eentonigheid van de Stellingenoorlog, die het Vlaamse legioen voor Leningrad had gevoerd, door een zondermelding van het oppercommando der Duitse Weermacht onderbroken. Het 6e Duitse leger had de Stalingrad gecapituleerd. Het was een zeer belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu, ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Hoewel hij enkele uren tevoren via de radio door Hitler tot Veldmarschalk was benoemd, capituleerde Paulus. Samen met de 91.000 nog levende Duitse soldaten, waaronder 2.500 officieren en 24 generaals, verkoos hij de Russische krijgsgevangenschap boven een gewisse dood in de ruïnes van de totaal verwoeste Volga-stad Stalingrad, waar niet minder dan 120.000 Duitsers het leven verloren. De vernietiging van het 6e Duitse leger brak het moreel van de Duitse Weermacht en sterkte het verzet tegen het Duitse bezettingsregime in tal van Europese landen. De mythe van de Duitse onoverwinnelijkheid had voorgoed afgedaan. Na Stalingrad nam het Russisch leger het strategisch initiatief in handen en zou dit tot het einde van de oorlog bewaren. De Russische overwinning te Stalingrad diende als aanloop voor een krachtig Sovjet-offensief dat zich van de Caucasus tot Leningrad ontwikkelde. In januari 1943 poogden de Russen voor een tweede maal Leningrad te ontzetten. Niet minder dan 3 Russische infanteriedivisies beukten daarbij ter hoogte van Krasnibor op de stellingen van de 250ste Spaanse Blauwe Divisie in.
De Spanjaarden werden totaal overrompeld en verloren op 3 dagen tijd een paar duizend manschappen. De 20e maart 1943 kreeg het Vlaams legioen, dat reeds enkele weken voordien als reserve achter de Spanjaarden was gelegerd, het bevel de Spaanse stellingen op de Russen te heroveren. Dit gebeurde, maar ten koste van zeer zware verliezen. De stelling van Krasnibor heeft zo wat 3 weken geduurd. En op die 3 weken zijn wij daar praktisch uitgeroeid. Want toen ik de 28e maart verwond werd, toen bleef er van mijn compagnie, en we waren toch met zo wat 130 man in de strijd gegaan, dan bleef er van mijn compagnie nog juist geteld 1 officier en 5 manschappen over. Je kunt dus denken dat er daar heel wat gevallen zijn. Zo heb ik onder meer gezien dat er daar Russen en Duitsers in elkaar zaten met de bajonet. Dus dat is elkaar doodeenvoudig doodgestoken met de bajonet. Daarbij had je dan het probleem van het bergen van de lijken. En dit moest dus zo snel mogelijk gebeuren, gezien het infectiegevaar en we reeds in de dooiperiode zaten. Zo heeft de politiedivisie daar dag en nacht moeten werken om haar doden weg te halen en dus te bergen. Wij van onze kant, wij hebben door de Russen gezorgd, het is te zeggen. Hoe heb je daarvoor gezorgd? Dat onze stelling, die lag op een hoogte. De Neva-bogen lag in een dipte. Dus de Neva-stroom lag in een vallei? Hè? Ja, lag in een dipte dus. Ja. En dan hebben wij natuurlijk niet beter gevonden dan die lijken dus in een pas te rollen. En dan met 2 man, 1, 2, 3, hè, beneden de Neva te gooien. Dus over de hoogte heen in de diepte te gooien? Ja. En heeft u daar veel werk gehad daarmee? Oh, dat heeft dagen geduurd. Maar lagen daar zoveel lijken en Duitsers en Russen? Ja. Wanneer die... Want je kunt toch denken, wanneer die stelling 4 keer van eigenaar wisselt, hè, dat wil zeggen dat er daar lijf aan lijf is gevochten. En bij gevolg dat er daar ook heel wat gesneuveld zijn. Hoeveel er dat juist precies zijn, dat kan ik moeilijk zeggen. Maar dat kunnen er het misschien duizenden zijn. Die lichamen begonnen te ontbinden en wij moesten zorgen dat die zo snel mogelijk wegkwamen. Zo is het ook gebeurd dat er bijvoorbeeld in de stellingen lijken lagen die reeds daar al een tijd moesten gelegen hebben, maar die dan dus vastgevroren waren in de grond en dan nu met een dooi plots tot ontbinding kwamen en een stank afgaven van geweld. Hè. Ja, je liep toch niet op de lijken? Soms wel. Soms wel. Want je zag die niet altijd liggen. Hè. Maar er waren zoveel doden dat bulldozers daar grote, lange graven moesten schoffelen om daar dan de lijken in te krijgen. Laag op laag dan met kalk erover. Dat was vreselijk. Nadat het Vlaams legioen in de strijd te Krasnibor zware verliezen had geleden, werd het de 14 april 1943 voorgoed van het Leningradfront weggehaald en voor opfrissing naar het kamp de Debitsa in Polen overgeplaatst. Daar werden eind april 1943 de eerste verlofbrieven uitgedeeld. Sommige Vlaamse vrijwilligers keerden voor het eerst in 17 maanden naar huis terug. Bij een terugkeer uit verlof stond hen een grote verrassing te wachten. Het Vlaams legioen bestond niet meer. Terwijl in Vlaanderen nog volop voor het Vlaams legioen werd geworven, maakten Himmler en Berger in de lente van 1943 volop plannen om de legioenen tot volwaardige SS-eenheden om te vormen. Dit geschiedde niet enkel om militair-technische redenen, maar vooral om in de nationale vrijwilligerslegioenen de zogezegde groot-Germaanse idee, in feite groot-Duitse idee, te versterken en elke separatistische reflex de kop in te drukken.
van een inschakeling van de Vlamingen in een op te richten Germaans panzerkorps onder leiding van de SS-generaal Felix Steiner wilde Himmler niet weten. Vlamingen en Nederlanders mochten niet in dezelfde eenheid strijden. Dat kon volgens de Reichsführer SS enkel tot groot Diets separatisme leiden. Einde mei 1943 beval Himmler dat alle Vlamingen uit de Waffen-SS-eenheden, zoals de divisies Das Reich en Totenkopf, en uit het legioen, in een op te richten SS-vrijwilligen Sturmbrigade Langemark diende samengebracht. Deze zou als een aparte eenheid op de gevaarlijke plaatsen aan het front worden ingezet. Deze gedwongen overgang werd, zij het dan om diverse redenen, nog door de Vlaamse Waffen-SS'ers, nog door de legioenssoldaten te Debitza, bijzonder op prijs gesteld. Wat heeft zich daarvoor gedaan, die eerste avond bij uw aankomst in de kantine? Wel, meneer De Wilde, ik geloof dat de jongens uit het Vlaams legioen zich wel een beetje wilden distancieren van ons en ons niet zo aannamen, zoals wij verwacht hadden, maar ook wij, terwijl ik uit Duitse eenheden kwamen, die gewoon waren aan een heel harde kazernedrill of zo, oefeningen. Ja. Wij zagen wel een klein beetje neer op onze Vlaamse legioenjongens. En dat was natuurlijk een kleine vriendschappelijke uiteenzetting, waardoor ik op een zeker ogenblik tussen een hoop glas op straat lag. Er was voor mij was er een vensterstuk. Waarschijnlijk was uit mijn lichaam dat gedaan. En Sander Daag had ik een dik blauw oog. Dat was het resultaat van de ontmoeting met onze legioensoldaten. Bij de legioensoldaten zette voornamelijk de naamsverandering veel kwaad bloed. Zij noemden het, en wij citeren een van hen, een aanfluiting der meest elementaire traditie. Immers, de naam van een eenheid die zich bij iedere inzet heeft onderscheiden, wordt onsterfelijk gehaagd. De naam Langemark was ontleend aan de West-Vlaamse gemeente waar tijdens de Eerste Wereldoorlog duizenden Duitse studenten waren gesneuveld en gold als een Duits symbool. Nochtans waren te Langemark ook Vlamingen gesneuveld. De keuze van die naam mocht op zijn minst misplaatst worden genoemd. Als enige groep Germaanse vrijwilligers werden de Vlamingen niet langer onder een landsgebonden naam ingezet. Ook op het thuisfront gaf de verdwijning van het Vlaams legioen aanleiding tot grote ontevredenheid. Voor Hendrik Elias, de opvolger van de in oktober 1942 overleden VNV-leider Staf de Klerk, was de opheffing van het Vlaams legioen de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Vooral omdat de hoogste SS-leiding het besluit had genomen zonder de VNV-leiding vooraf te raadplegen. Wellicht heeft ook de brief die pater Kallewaard in maart 1943 aan Elias en een 70-tal andere vooraanstaanden had gezonden, een gevoelige duit in het zakje gedaan. In die brief protesteerde Kallewaard ertegen dat de collaboratie van het VNV te ver was gegaan en dat de beloften in zaken het Vlaams legioen niet waren nageleefd. In mei 1943 schreef Elias aan militair verwaltingschef Reder: Vlaanderen komt meer en meer tot het bewustzijn dat het stelselmatig wordt bedrogen. Zij die gemeend hebben dat de rivaliteit tussen Devlag en VNV vruchtbaar zou gewerkt hebben op de recrutering, hebben zich deerlijk vergist. We hebben in werkelijkheid geen Vlaams legioen. Elias had op dat ogenblik ongetwijfeld begrepen dat, of het VNV nu veel of weinig leden naar het front stuurde, dit niets aan de Duitse politiek tegenover Vlaanderen veranderde. De 14 augustus 1943 brak Elias definitief met de SS. Voortaan zou het VNV, officieel althans, niet langer actief voor de Waffen-SS werven, maar in de praktijk veranderde in feite niets. Elias besloot voor de Duitse Kriegsmarine te werven, die in augustus 1943 eveneens haar rangen voor Germaanse vrijwilligers had opengesteld. Deze werving kende in Vlaanderen nauwelijks succes. Slechts een 400-tal Vlamingen werden her en der verspreid op Duitse mijnenvegers en onderzeebootjagers en hoofdzakelijk tegen westerse geallieerde strijdkrachten, onder wie dus ook Belgen, ingezet. In feite had hij voor een nog ergere inzet dan aan het Oostfront geopteerd, vermits het nu tegen landgenoten kon gaan. Van enige strijd tegen het bolsjevisme was hierbij geen enkele sprake meer. Is er daar voor u een probleem bij dat ze naar de Kriegsmarine zijn gegaan? Voor mij persoonlijk helemaal geen. Ik vind het alleen maar niet logisch dat
Elias. Zo gezegd om de Vlaamse eigenheid te vrijwagen, zijn mensen naar de krijgsmarine gestuurd. De krijgsmarine die er helemaal niet op voorbereid was buitenlandse troepen op te nemen. En zeker niet om die eigenheid te bewaren. De Vlamingen bij de krijgsmarine zijn nooit talrijk samen geweest. Ze hadden geen middelen om hun eigenheid te bewaren. Ze waren met twee of drie aan boord van een schip. Ze waren verspreid. Ze waren verspreid. Omdat de Vlaamse legioensoldaten voortaan formeel bij de Waffen-SS waren ingelijfd, dienden zij de SS-eed af te leggen. Daarin werd aan de Führer algehele gehoorzaamheid tot er dood beloofd. Voor een aantal legioensoldaten, meestal veenveers, bleek dit een onaanvaardbare verplichting te zijn. Ze hadden immers in hun legioeneed aan Hitler enkel gehoorzaamheid in de strijd tegen het bolsjevisme beloofd. In het opleidingskamp Milowitz bij Praag groeide het verzet tegen de SS-eed uit tot een rebellie die evenwel tot een paar tientallen Vlamingen beperkt bleef. Als dus de Langemarkt officieel overgegaan is, of opgenomen is geworden in de Waffen-SS, moesten de oud-legionairs een SS-eed afleggen. En dat heeft een handvol onder leiding van, ik noem hem Tovanov. Wie zegt u? Tovanov. Ik ken die niet. Dat is nu Toon van Overstraten. Ah. Die heeft dan een rebellenclub gevormd. En dan hebben zo een 20 jongens onder impuls van Tovanov geweigerd om de SS-eed af te leggen. Wij hebben Toon van Overstraten om een tv-interview gevraagd, maar hij kon ons dat niet toestaan. Wel, ik geloof dat de rebellenactie precies een uiting was van het ongenoegen dat bij een heleboel Vlamingen terecht heerste over het feit dat het contract niet volledig werd nageleefd. Ongenoegen dat heerste omdat er onvoldoende kerkbezoek gegarandeerd werd, omdat er onvoldoende Vlaamse officieren, onderofficieren waren, omdat er inderdaad geen Vlaamse bevelen waren. Over het juiste getal eedweigeraars bestaat nog altijd betwisting. Volgens sommige getuigen weigerden bepaalde compagnieën in groep de eed af te leggen. VNV-gezinde vrijwilligers spreken van een 50-tal weigeraars. SS-gezinde vrijwilligers daarentegen van nauwelijks een 20-tal. Welke waren hun motieven om die eed te weigeren? Ten eerste, wij hadden reeds een eed afgelegd. Wij waren beëdigd. En het onderscheid tussen de SS-eed en de legioeneed ligt hem daarin dat wij bij de legioeneed enkel Adolf Hitler als bevelhebber van de Weermacht erkenden in onze strijd tegen het bolsjevisme. Terwijl daartegenover bij de SS-eed daar u een eed aflegt, zowel als staatshoofd en als bevelhebber. Wat natuurlijk politieke complicaties meebracht. Maar welke waren de motieven om dat te weigeren, meneer Vlemings? Omdat wij ons als Vlaming onafhankelijk wilden houden. En dus geen politieke houding wilden aannemen. Maar u was toch bij de Waffen-SS gegaan om naast de Duitse soldaten te strijden? U had toch een houding aangenomen? U had zich bereid verklaard om samen naast hen te staan? Ja, maar dus wel als Vlaams legioen, als dusdanig. Niet als Duitsers. De eed van de Waffen-SS betekende meteen dat wij ook ons politiek engageerden. Dus dat wij het nationaal socialisme aanvaarden. En aanvaarden u dat niet? En dat aanvaarden we niet. Maar het VNV waarbij u was? Ja. Maar het VNV heeft, laten we zeggen, met open armen het nationaal socialisme aanvaard. In de toespraken, meneer, kan ik u tientallen keren een verheerlijking van het nationaal socialisme aanwijzen. Dat het nationaal socialisme misschien werd verheerlijkt, dat is mogelijk. Ja. Maar dat we daarom waren wij nog geen nationaal socialist. De weigering van sommige Vlaamse vrijwilligers bleef vanzelfsprekend niet zonder gevolgen. Toen de vrijwilligers na de collectieve eedaflegging individueel de eedformule moesten ondertekenen, werden de weigeraars onder zware druk gezet.
Berlijn heeft zich daarin geschakeld, heeft mensen gezonden die dan ons politiek wouden duidelijk maken waarom het eigenlijk ging en dat wij verkeerd waren. Dat dus die zogezegde rebellen, dus die contestanten, dat ze het verkeerd voor hadden. Om de bokken van de lammeren te scheiden, ja, hè? En dan de bokken terug op het goede pad te brengen, heeft dat, u mij, dat was de bedoeling. Heeft u mij ze gezegd. Wouden ons niet op kant krijgen, ze wouden ons weer naar de goeie, op de enige ware schaafstal wouden ze ons brengen. SS-gezinde vrijwilligers doen de rebellie daarentegen af als het ageren van enkele onruststokers en herriezaaiers die niets begrepen hadden van het groot Germaans ideaal dat weliswaar de buitenlandse waffen in 6-eenheden bezielde, maar voor de Duitsers in feite op een groot Duits oogmerk neerkwam. Die politieke officieren die vanuit Berlijn werden gestuurd, die heeft ons nog niet gezegd van welke nationaliteit die waren. Maar een Vlamingen. Vlaamse officieren. Toonaangevend daarbij was het optreden van de extreem SS-gezinde Vlaamse oberstoomvuurder Jef van Akkeren, die nadat hij een opleiding in de Waffen-SS-officierschool te Bad Tölz had gevolgd, te Milowitz als verantwoordelijke voor de politieke scholing was aangesteld. Uiteindelijk volhardde slechts een tiental vrijwilligers in hun weigering. De leider van de zogeheten rebellenclub, Toon van Overstraat, ondertekende niet. Hij had zich ziek laten melden. Over wat er nadien met de weigeraars gebeurde, bestaan de meest uiteenlopende versies. Volgens de ene werden ze gewoon aan het Oostfront ingezet, volgens de andere in reserve geplaatst en volgens nog een andere zou een zevental naar een strafbataljon zijn overgeplaatst. Maar wel of niet gestraft, de rebellen kregen van de SS-overheid een stempel op hun soldijboekje die zij gedurende de rest van hun soldatenloopbaan als een stigma zouden meedragen. Maar als er dan relatief zo weinig gevolgen zijn geweest, waarom werd er dan op uw soldeboeg PU geslagen? Dat was op die contestanten. Die waarvan dat zij vermoeden of gewaar werden dat ze contestant waren, dat waren dan PU's, politisch onzuverlässige. Ja, politiek onbetrouwbaar. Politiek onbetrouwbaar, ja. Georges Daze, heeft die ook niet zo'n PU op zijn gekregen? Dat was die. Die heeft dan in Narva het bevel over die kampgroep Vlaanderen gehad. Die heeft zich daar buitengewoon dapper gedragen. En als gevolg daarvan is die door de Duitse bevelhebbers dan voorgesteld voor het Ridderkruis. Maar gezien zijn PU is dat er niks van gekomen. Hij heeft wel Duits kruising gehad gekregen, maar geen Ridderkruis. Ongeveer gelijktijdig met de verplichte inschakeling van het Vlaams legioen in de Waffen-SS werden de eerste Vlaamse officieren in de rangen van de SS-stormbrigade Langemark benoemd. Diegenen die nog hoopten dat dit toch nog een klein beetje de Vlaamse aard van de stormbrigade zou vrijwaren, kwamen bedrogen uit. De commandotaal bleef eentalig Duits en de Vlaamse SS-officieren waren volledig naar Duitse Waffen-SS-normen opgeleid. Dit geschiedde in de SS-Jonkersschule Bad Tölz, waar enkel de politiek betrouwbaar geachte vrijwilligers met uitzonderlijke frontprestaties op enkele maanden tijd tot SS-officieren werden klaargestoomd. Senator Van Oortegem, u is in 1944 dan tot Waffen-SS-officier opgeleid geworden in Bad Tölz in Beieren. Hoe was de opleiding daar? Wel, de opleiding was Spartaans. Niet de traditionele officiersopleiding. Men echte meer belang aan veldoefeningen, meer belang aan sport, aan moed, aan uithoudingsvermogen, aan kameraadschap. Dan aan schoolse stof. Dan aan zuiver schoolse stof. Dus om met een modewoord te zeggen, men hield minder van vakidioten dan van officieren die in de praktijk dus hun man konden staan. Die dash hadden. Ja. Die zouden doorgaan. Ja, inderdaad. Onder de aspiranten uit niet minder dan 12 verschillende Europese landen bevonden zich een 250-tal Vlamingen, van wie ongeveer 60% in de eindproef slaagde. Naarmate de oorlog vorderde en de verliezen bij de Waffen-SS steeds hoger opliepen, diende de duur van de opleiding van 6 tot 4 maanden ingekort om in 1945 nog slechts 12 weken te bedragen. En vanzelfsprekend was het onderricht volledig in het Duits. Het onderricht was in het Duits. Maar wat lessen kreeg je daar zo? We kregen lessen dingen, tactische lessen, geschiedenis. We
Weltanschouwing, dus... Hoe zegt u? Weltanschouwing, hoe zeg je dat in het Vlaams? Wereldbeschouwing. Wereldbeschouwing. Oh, ja. Dan over het nationaal socialisme. Nationaal socialisme. Rassenkunde. Rassenkunde, ja. Ja. En er werd ook veel opleiding in boksen, schermen. Boksen, schermen, zwemmen. Je moest allemaal examens vooraf leggen. Hoe zou je dat typeren, die school? Heel hard. Heel hard? Heel hard. Heel hard. Van opleiding? Van opleiding. Van eten was heel weinig. We leden daar honger. Want daar hebben we dikwijls op gereclameerd. En s'avonds trachten we ons wat bij te krijgen ergens. S'avonds trachten u? Waar kon u dat bij krijgen? Oh, dan gingen we naar de statie in Bad Tulse. Dat was een statie, die restaurant. Hè. Ja. En daar kon je dingen krijgen, een bloedworst. Zonder zegeltjes. Het eten was sober, om niet te zeggen schaars. En wij moesten met heel weinig tevreden zijn. Het is mogelijk dat dat deel uitmaakte van precies van die Spartaanse opleiding. Ja, maar waarom precies? Wel, ik dacht dat het de bedoeling was om ons gewoon te maken aan een hard leven. Dat ons aan het front in elk geval te wachten stond. Dus men wou geen luxe officieren kweken, geen paradepaardjes, maar echte frontofficieren die dus met elkaar rantsoen ook konden rondkomen. Tijdens een opleiding te Bad Tulse kregen de SS-jonkers naar de toen geldende etiketten een aantal wellevendheids- en gedragsregels aangeleerd. Zo leerden zij onder meer hoe men een dame dient aan te spreken en hoe zich aan tafel te gedragen. Ze werden tevens in de plastische kunsten en de muziek ingewijd, bezochten een aantal musea en kregen de gelegenheid met kunstenaars en wetenschapslui kennis te maken. Maar er was meer dan dat. In het nabijgelegen Dachau werden de jonkers in het model concentratiekamp rondgeleid, waar reeds voor de oorlog de politieke tegenstanders van het Hitlerregime werden opgesloten. Dachau was een concentratiekamp en geen uitroeiingskamp zoals bijvoorbeeld Auschwitz. Reeds gehoord van het bestaan van het concentratiekamp de Dachau, reeds tevoren? Ja, natuurlijk, van het concentratiekamp hadden we gehoord. Ja, hoe wist u dat? Dat was algemeen gekend en op de jonkersscholen waren ook gevangenen van Dachau die op de jonkersscholen werkten. In 1943 heeft u met de promotie officieren van Bad Tulse, de school voor de officieren van de Waffen-SS, een bezoek gebracht aan het concentratiekamp van Dachau. Wat heeft u daar vastgesteld? Daar wens ik niet over te spreken. En mag ik vragen waarom wenst u daarover niet te spreken? Want voor ons omdat het eerst toch niet zou aanvaard worden, om te beginnen. Hoe zegt u? Het zou niet aanvaard worden. We hebben daar vrij rondgelopen, in groepjes, kleine groepjes. Begeleid? Begeleid, natuurlijk. We hebben met die mensen niet gesproken. En die mensen, wie waren die mensen? Die gevangenen, gelijk dat ik zei, dus politieke gevangenen. Daar waren mensen bij, werkweigeraars, daar waren homoseksuelen bij, daar waren alle soorten bij. Er waren een priester bij die een godsdienst predigt hadden tegen de nazi's gebruikt en zo. Oh ja. Ik vermoed dat er ook joden waren. Ja, er waren ook joden. En dat waren dus... Die liepen daar gelijk de andere gevangenen. Er waren toch geen misdadigers? Nee, maar ik zeg politieke gevangenen waren er ook. Dat waren ook geen misdadigers. Mensen die zo'n politieke reden daar zaten. Hmm. Neem nu een communist. Die zijn opinie verdedigde, spijt de Duitse heerschappij. Dat was dan een vijand. Maar ik vraag me af, de Joden die hadden toch geen misdaden begaan? Dat was toch geen misdaad om Jood te zijn? Dat was het gevolg van de rassendiscriminatie. Hmm. En u heeft dat aanvaard, of u heeft tenminste goed begrepen dat Duitsland de oorlog moest winnen? En dat men... die soort mensen dan niet kon laten in vrijheid. Ja.
Wat heeft u nog gemerkt bij uw rondgang? Bijvoorbeeld op een slaapkamer, neven een bed lag, dat brood en alles. Dat lag bij ons niet op de jonkerschule. Heeft u daar bedenkingen bij gemaakt misschien? Ja, dat hebben we tegen elkaar gezegd. We zegt, kijk eens, die mensen hebben meer brood dan wij, zeggen. In dat concentratiekamp van Dachau, volgens u zeggen, zou men dus meer brood gehad hebben dan in de officiersschool van Bartelt? Zeker en vast. Als eerste Duits concentratiekamp werd Dachau vaak als modelkamp aan bezoekers getoond. Dit betekende evenwel allerminst dat het in werkelijkheid een modelkamp was. Zo werden er onder meer medische proefnemingen op gevangenen uitgevoerd. Ook dat kregen de Vlaamse SS-jonkers tijdens hun rondleiding in het kamp te zien. Waarin bestonden die testen? Die testen die wij daar gezien hebben, meneer de Wilhelm, ik wens dat niet dat opgenomen wordt. Heel die storend. Nee, neem me niet kwalijk. Gelukkig kunnen we nu die informatie zonder onze Vlaamse SS-jonkers vinden. Onder het persoonlijk toezicht van Himmler onderzocht de SS-arts Sigmund Rascher te Dachau de effecten van de langdurige blootstelling van het menselijk organisme aan extreme koude. Deze onderzoekingen hadden onder meer tot doel een gepaste behandelingswijze voor Luftwaffe-piloten en Oostfrontsoldaten met bevriezingsverschijnselen uit te werken. Rascher gebruikte tijdens zijn proefnemingen gevangenen als menselijke proefdieren. Hij liet hen urenlang in ijskoud water onderdompelen of 's winters naakt buiten opsluiten, dikwijls tot de dood erop volgde. SS-arts Rascher onderzocht eveneens de effecten van extreem hoge en extreem lage druk op het menselijk lichaam. In drukcabines werden vele tientallen gevangenen bijna waanzinnig, alvorens ze aan hersenbloedingen en gescheurde longen een gruwelijke dood stierven. Een andere SS-arts, Gravitz, veroorzaakte bij gevangenen opzettelijk bacteriële infecties om de werking van bepaalde geneesmiddelen uit te testen. SS-arts Schilling spoot gevangenen met malaria-bacillen in. Pas enkele weken voor de Duitse capitulatie beval Himmler de proefnemingen te Dachau stop te zetten. Het kamp diende met de grond gelijkgemaakt en alle gevangenen doodgeschoten. Enkel de snelle opmars van de Amerikaanse legers heeft dat kunnen verhinderen. Tevoren waren echter nog vele duizenden gevangenen tijdens de zogeheten dodenmarsen van uitputting en ontbering omgekomen of door SS-bewakers gedood. Hebben dan de Vlaamse Waffen-SS-soldaten, of sommigen tenminste, of enkele tenminste, geen kennis gehad van wat er in de concentratiekampen omging? Maar nu, ik kan alleen voor mij persoonlijk spreken, dat die geruchten, berichten over de concentratiekampen na 1945 voor ons een enorme verrassing geweest, dus een enorme klap is geweest. Bij het Vlaams Legioen, bij de Waffen-SS dus, waar ik van spreken, is dat nooit bekend geweest. Nochtans, meneer de meester, hebben een aantal Waffen-SS'ers, ook enkele Vlamingen, bewakingsdienst gedaan in Duitse concentratiekampen. En die konden toch niet wat ze hadden gezien voor zichzelf houden. Ik wil zeggen, ze konden dat toch niet verzwijgen voor hun kameraden bij de Waffen-SS. En konden dat evenmin verzwijgen voor hun familie wanneer ze met verlof gingen. Ik ken geen enkele. En ten tweede, die mensen die bewakingsdiensten deden, die wisten dat nog niet dat het vernietigingslager was. Konden die dat weten? Nou, het bleek dat men dan nogal rook kon rieken. Dat kan ook van de kleren van de ontluizing geweest zijn. Wij hadden daar geen weet van. Het kan zijn dat daar sommigen wel weet van hadden en daarover gezwegen hebben als vermoord. Maar hoe dan ook, ik kan u verzekeren dat wij over die toestanden helemaal niks wisten. Eind december 1943 werden de Vlamingen van de Waffen-SS Stormbrigade Langemark opnieuw in de strijd geworpen.
Tevoren hadden de Sovjets in oktober 1943 hun derde grote winteroffensief ingezet. Om twee Duitse SS-divisies, Das Reich en de Leibstandarte Adolf Hitler, uit een Russische omsingeling te redden, werd Langemark de tweede kerstdag in allerijl per trein naar de streek van Zhytomyr overgebracht en onmiddellijk ingezet. Die winteroffensive der Sowjets hat auch im Abschnitt Zhytomyr zu erbitterten Abwehrschlachten geführt. Panzer und Artillerie fügen dem Feind immer wieder schwerste Verluste zu. In Gegenstößen bewährt sich der Kampfgeist des deutschen Soldaten. Panzer und Sturmgeschütze rücken im Verein mit Grenadieren vor. Ich kam am Front, volledig ingericht, een Sturmbrigade, onderste 100 gemotoriseerd. En daar zijn op 10 dagen tijd was de 11 van ons compagnie verdwenen. De 11 van een compagnie van 240 man, kunt u dus rekenen. De Sturmbrigade heeft zich daar op eigen krachten, maar niet zonder enorme verliezen, heeft ze zich daar zelf uit bevrijd. In de streek van Zhytomyr waren de Vlamingen in een ware heksenketel terechtgekomen. Zowat overal braken de Russische troepen door de Duitse linies heen en stroomden onhoudbaar naar het westen. Nergens was nog een vaste frontlijn te bespeuren. Onmogelijk te weten waar vriend of vijand zat. Dit leidde soms tot dramatische vergissingen. Vele Waffen-SS'ers, onder wie Vlamingen, geraakten in Russische gevangenschap of lieten het leven omdat de Duitse gevechtsvoering wel eens in gebreken bleef. Zijn er Duitse officieren soms van hun commandopost gaan lopen? Dat heb ik inderdaad zelf gehad. Dat was in februari 1944 in de streek dus van Zhytomyr, Jampol. Mijn eigen compagniechef, Martensson, die is daar verdwenen zonder boen of ba. En wij zijn daar met 10 man overgebleven. We waren daar heel alleen, zonder verbinding. We wisten niet waar naartoe. En, 10 man van hoeveel? Met 10 man van de 240 man. Die overgebleven waren? Die overgebleven waren van de tweede compagnie. En wat was er met die 230 anderen gebeurd? Gekwetste, dode, vermiste, krijgsgevangenen. Ik weet niet als u dat weet, maar er is bijvoorbeeld in die gevechten van Zhytomyr praktisch een heel peloton verdwenen op verkenning. Hè? Ja, in Zhytomyr werd de gevangen genomen de 5e januari 1944. Toen ik gevangen genomen werd, zijn we met 70 man naar voren gegaan, dus naar de Russische lijnen. En we hebben na harde gevechten, in feite, met 18 in gevangenschap gekomen. En toen wij de stad Zhytomyr binnenliepen, de laatste halve dag tot na de middag, zijn we niet anders gestrompeld dan over lijken. Lijken die 3, 4 naast elkaar lagen, waar ze met de vrachtwagens gewoon overreden. Wehrmachtsoldaten hadden hun uniformen nog aan. SS mannen, en die lagen er veel omdat er een kamp van de SS was in Egewald bij Zhytomyr. Die lagen volledig naakt, uitgekleed, verminkt. SS'ers? SS'ers, ja. Terwijl die van de Weermacht hun uniform nog aan. Uniformen gewoon, die lagen gewoon als gevallen. En hoeveel lijken lagen daar wel? Het was niet te tellen. Ik zal u zeggen, de helft van de morgen toen zijn we over die lijken gestrompeld tot we in de stad aankwamen. En onder geleiding van Russische soldaten. U marcheerde dus op die lijken? Erover stappen, die waren. Op die lijken? Op die lijken, ja. En de kamions reden erover. Eind februari 1944 werd een fel uitgedunde Langemark in de buurt van de Russische stad Jampol ingezet, waar de Sovjettroepen tussen Tsjepetovka en Tarnopol een gat van bijna 50 kilometer in de Duitse linies hadden geslagen om wederom met een gigantische tankbeweging Duitse troepen in te sluiten. Daardoor geraakte de Langemark omsingeld. De 1e maart 1944 werden de Vlamingen vanuit een Russische stelling via een luidspreker door een gevangen genomen strijdmakker opgeroepen de wapens neer te leggen. Zo niet zouden ze vernietigd worden. Daags nadien zette de Russische artillerie een massale beschieting in.
En in te kijken een voltreffer. In die groep? In de groep van ons mannen, als infanterist. Ah ja. Eén is gestorven, één is dood, gekwetst. Ik krijg de volle lading, de volle... Een voltreffer. Voltreffer. En dan heb ik nog gezien, rechts, want ik zag geen minuut van mezelf geweest. Maar ik kwam vol bloed, duim en staal en alles. Ik heb nog mijn kop vol splitter. Nu nog? Ja, ja, dat is nog altijd vol. Uh-huh. En mijn gezicht. Huh? Ja. Alles kapot. Uw kin was geslagen? Mijn kin was kapot. Ja. Het was op de rechte kant gekomen en ik heb natuurlijk zo gedaan. En anders was deze kant geweest. Ja. Was dat ook weg geweest. Ja. Natuurlijk mijn verwondingen. Ja, en waar zijt je ook nog vermengd geworden? Oh, een been kwijt. Alles vol splitter, hè. Ja. En tot hierboven. En ik zie dat uw arm ook weg is. En mijn arm is ook hier als weg. Dat was ook in alles in... Versplitterd alles, knoken en alles was kapot, hè. Oh, ja. En zelf weer in mijn... Overal. Mijn hand is ook vol splitter. Mijn duim is ook stijf. Mijn elleboog is ook kapot. Mijn knoken komen eruit. In feite lag je daar voor dood. Ik lag er, ja, gelijk als dood, hè. Vol bloed natuurlijk. De mannen kosten ook zijn mannen komen afwollen. Daar heb ik er heel veel gehad. Heel veel weten sterven. En heel veel weten verminken. Als we nagaan dat ik daar op een zeker ogenblik een jongen krijg... met zijn twee benen volledig vermorzeld, maar een Russische tank overgereden was... en die dan daar op zijn moedertje roept... Als we daaraan denken dat er daar mensen waren die gekwetst waren en die dan maar één, bij een ster maar één uitdrukking hadden, een goede Vlaamse trouwens. Godverdomme, ze hebben me de smeerlappen. Sommigen riepen dan op God. En daar waren er ook bij de moeder of een vrouw riepen. Dat zijn beelden die ik nog niet vergeet. De ingesloten Vlamingen resten niets anders dan uit de Russische omsingeling te breken en te trachten doorheen 70 kilometer vijandelijk gebied de Duitse linies opnieuw te bereiken. De 3e maart 1944 was het zover. Over de enige brug over de Harinrivier brak een gemotoriseerde Vlaamse kolonne onder een hagelregen van vijandelijk vuur doorheen de Russische linies richting Bielgorodka. Russische T-34-tanks zetten de achtervolging in en reden onophoudelijk vurend op de Vlaamse kolonne in, waarbij ze de Vlaamse voertuigen en stormkanonnen in de flank ramden en Vlaamse infanteristen onder hun rupskettingen verpletterden. Enkel het invallen van de duisternis redde de overlevenden die de 10e maart 1944 uitgeput het meer zuidelijk gelegen Stara Konstantinov bereikten. Vele tientallen doden en gekwetsten waren onderweg gevallen. De Vlaamse voertuigen dropen van het bloed. Aan gekwetsten die onderweg waren achtergelaten, werd als een laatste kameradendienst een pistool of een handgranaat gegeven. Ja, op het laatste ogenblik zijn er nog jongens van ons geweest die zich gezelfmoord hebben. Gezelfmoord? Die ja, een soort harikiri gepleegd hebben die zich afkomen. Waarom? Ja, om de gevangenschap te ontgaan. Wat vreesden ze dan wel? Ja, die verhalen die in onze rangen de ronde deden, die waren zodanig vreed dat voor veel jongens de keuze zich in die richting bewogen heeft. En ja, dat ze zich vakant gemaakt hebben. Welk verhaal deed de ronde? Of welke verhalen deden de ronde? Wel over vreedheden die dus door Russen begaan werden tegenover gevangenen. Verminkingen, pijnigingen allerhande en uiteindelijk dan toch het genadeschot. Dingen die we niet kunnen zeggen. Er zijn grenzen, hè. Er zijn ook gevoelige mensen die luisteren. Het zijn niet allemaal harde mensen die uitzendingen bekijken, hè. En er waren, vlak voor wij naar het front gingen, waren twee
Duitsers bij de compagnie gevoegd, die uit een andere eenheid kwamen. En die jongens die waren vreemd, die kwamen in een vreemde eenheid en die zochten elkaar op. En op het ogenblik dat we krijgsgevangen genomen zijn, dus enkele ogenblikken ervoor dat de Russen tot bij ons kwamen, de ene heeft een handgranaat in zijn helm gelegd en die opgezet. En de andere, op enkele meter van mij, ik hoor het nog altijd, vuur meine Mutti, en hij stak een geweer in zijn mond en trok af. Het was een totaal vernielde stormbrigade Langemarkt die de 14 maart 1944 uit de strijd werd teruggetrokken en per vrachtwagen naar het westen werd afgevoerd. Slechts 400 manschappen van de 2000 man sterke stormbrigade overleefden de 2,5 maand durende inzet in de Oekraïne en kwamen de 3 mei 1944 in het oefenkamp Knowitz ten zuiden van Praag aan, waar hun een felicitatietelegram van Himmler werd voorgelezen, waarin hulde werd gebracht aan hun dapperheid en voorbeeldige houding. In de vlakte rondom Jampol en Zhytomyr sneuvelden of verdwenen vele honderden Vlaamse Oostfronters. Anderen stierven in Russische gevangenschap of kwamen eerst na vele jaren uit de Sovjet-Unie terug. Vele tientallen staan tot op heden nog als vermist opgegeven. Gewis een zware tol. De jongste van ons brigade, die jongen is in gevangenschap met een doorschoten pols in mijn armen gestorven. Hoe oud was hij toen? Die was 17 jaar. Hij had dus nog niet aan het front gemogen, maar hij was er. Hoe is hij begraven geworden? Dat is het enigste geval, het eerste rijksje, dat wij dus begraven hebben in een put apart. Zie je? En is met zijn gezicht naar het westen begraven. Op bevel van het SS-Führungshauptamt werd de Waffen-SS-Stormbrigade Langemarkt de 29 april 1944 op de oefenplaats Böhmen in Tsjechoslowakije wederopgericht. Nieuwe recruten kwamen de fel uitgedunde rangen van de Langemarkt aanvullen. Bij de oud-gedienden van de Stormbrigade heerste echter ongenoegen en verbittering omtrent de hoge tol aan mensenlevens die de vaak uitzichtloze afweergevechten in de Oekraïne hadden geëist en die in het soldatenjargon pompiersopdrachten werden geheten. Ze hadden de indruk dat de stormbrigade in dergelijke opdrachten systematisch werd opgebruikt om Duitse eenheden te sparen. De Vlaamse onderofficier Bert Moreels, die tijdens de inzet bij Zhytomyr in Russische krijgsgevangenschap geraakte, heeft dit ongenoegen op bijzonder krachtige wijze verwoord. Die heeft dan letterlijk gezegd: ze hebben ons bedrogen en belogen, de smeerlappen. En het schijnt toch wel. Hij vertolkte dan eigenlijk wel de mening van heel wat vrijwilligers. Ja, ze hebben ons bedrogen en belogen, de smeerlappen. Dat wil niet zeggen dat wij ons niet geëngageerd voelen of minder geëngageerd als vroeger. Maar de indruk bleef. Ze gebruiken nu daar waar ze eigenlijk hun eigen mensen liefst buiten houden. In het allereerste en in het allermoeilijkste. Een echte doorn in het oog der Vlamingen was het feit dat de Waalse stormbrigade van Leon de Grelle na een gelijkaardige uitbraak uit een Russische omsingeling te Tcherkassy, de 1 april 1944, met veel vertoon door de straten van Brussel had mogen defileren, een eerbetoon dat aan de Vlamingen werd geweigerd. Niet voor niets werd de Langemarkt, zoals trouwens het Vlaamse legioen tevoren, het zwarte schaap van Himmlers vrijwilligerseenheden genoemd. Daarboven werden de Vlamingen wat de uitreiking van eretekens betrof zeker niet bevoordeeld. Het grootste deel daarvan ging naar de Duitse officieren en Duitse onderofficieren van de Langemarkt. Over de houding van sommige van die officieren waren de Vlamingen trouwens allerminst te spreken. Meneer, u heeft mij verklaard dat de Vlamingen van het Vlaams legioen aan het front kraveerden van honger. Ja, dat is inderdaad een feit.
Laten we nu eens even naar de reden daarvan zoeken. U heeft mij tevoren gezegd dat het Vlaams Legioen geweldig werd bestolen in eten en drank door de Duitsers. Zo ongeveer de helft kregen wij van hetgeen dat ons eigenlijk toekwam. Hoe verklaart u dat? Kijk, nadien in Zhytomyr is er wel een majoor van de stoombandvuur van de Waffen-SS van de stoombrigade Langemark wel op het matje geroepen geweest en is er wel een vervolging geweest wegens dergelijke feiten van kijk, daar gaat iemand op verlof en neemt de valies eten mee, gaat die gaan afgeven bij de vrouw van die mannen enzovoort. Hè. En dat is ja, wel... maar het is niet een valies die u honger heeft doen leiden. Nee, maar als er veel mensen met veel valiezen gaan vertrekken, dan hadden wij toch tekort ervan voor. Ja, maar daarstraks heeft u niet van valiezen gesproken. Daarstraks heeft u van een camion eten ja, gesproken. Ja, dat is ook gebeurd, inderdaad. En dan werd dan inderdaad naar de familie gebracht naar Duitsland. Familie van Duitsers? Van Duitsers, ja. Uit het dagboek van een Duitse spies, bij ons zou dat eerste chef heten, toebehorend aan de derde compagnie van de Langemark, vernamen wij dat de Duitse oberstormführer Rehman na de terugtrekking van de stormbrigade uit de Oekraïne begin mei 1944 verscheidene kisten gevuld met chocolade, sigaretten en schnaps naar zijn thuisadres liet opsturen. Dezelfde oberstormführer liet tijdens de aftocht uit de Oekraïne aan elk van zijn uitgeputte en uitgehongerde manschappen 1/5 van een tablet chocolade uitdelen. In de zomer van 1944 waren de Sovjets al erg naar het westen opgetrokken. De Vlamingen namen het niet meer zo nauw met de Duitse reglementen. De drang tot inzet, het heilig vuur dat de eerste Oostfrontvrijwilligers bezielde, was na de harde frontervaringen erg bekoeld. Een aantal vrijwilligers stond allang niet meer te springen om naar het front te trekken. Anderen deserteerden en kwamen, wanneer ze gepakt werden, voor een Duits executiepeloton. Ik ben dus ingezet in Zhytomyr. Ik ben daar in de arm verwond geweest. En ben dan naar het lazaret van Lemberg gekomen. Lemberg? Lemberg in Polen. Oh ja. Vandaar ben ik dus na genezing ben ik op mars gezet naar Bordeaux. Naar Bordeaux? Omdat daar in dus, Zuid-Frankrijk? Ja, omdat daar blijkbaar onze ersatz zou zijn. Maar meneer, u wist dat de ersatzcompagnie van de Langemark niet in Bordeaux was? Heeft u mij gezegd? Ja. U wist dat? Ja. En u liet zich naar Bordeaux sturen van Polen? Ja, als men mij zegt dat de ersatz daar is, dan is hij daar, hè. Maar u wist dat hij daar niet was? Dat kon ik veronderstellen. En waar lag die dan? Kon ik veronderstellen. Waar lag die dan? In Breslau. En dat wist u? Ja, natuurlijk. En waarom laat u zich dan van Polen naar het zuiden van Frankrijk brengen? Als men mij daar naartoe stuurt, voor mij is het een aangename reis. En ik ben weg van de Scheisse. Hè. Van de Scheisse? Ja, van het front. Ah, van het front. Oh, ja. Op de onderscheiden oefenplaatsen rond Knovits in Tsjechoslowakije werd de SS-stormbrigade Langemark in de zomer van 1944 in een spoedtempo tot een nieuwe, volwaardige gevechtseenheid opgeleid. Het snelle oprukken van de Sovjettroepen liet de Duitse legeroverheid immers weinig respect. Tijd voor verlof in de heimaat was er nauwelijks, hetgeen door de Vlamingen niet bepaald op prijs werd gesteld. Omdat de boog niet altijd strak kon staan, werd dan maar ontspanning ter plaatse gezocht. Opvoeding plaats natuurlijk waren er maskers, hè? In het opleidingscentrum? Ja, ja, er waren maskers natuurlijk. Waar waren die? Ah, in een kamp, hè. Ook in een barak, zo. Ah, in een... Zo'n barak, ja. En hoe noemden jullie dat? Oh, de poef in Duits, hè. Ah, de poef, maar ja. Zijn, hè, komen gewoon de schoonmaskers in. Er was er bijvoorbeeld in Milowitz een poef. Een poef? Een poef, ja. Wat is dat? Dat is een bordeel. Ah, een bordeel. Ja. Een officieel bordeel waar de jongens dus naartoe konden gaan. Ja, ik heb daar zeker een keer of twee geweest. Door wie was dat bordeel ingericht? Dat was officieus ingericht, maar die events die ging naar die vrouwen die... Maar door wie ingericht? Ah, door de Duitsers natuurlijk. Door de Duitsers. Ja. En dat was dus gratis?
Nee, de mannen moesten 5 mark betalen. Dat was 60 vangen die tijd. Ja. Kunt u ons dat beschrijven, wat zich daarvoor deed? Ja. Ja, dan moesten we in een rij gaan staan en een toer. In een rij gaan staan? En hoe groot was die rij? Er waren toch wel enige zeker, hè? 10 of meer, ik weet dat ook niet. O ja. En dan, ja, je wordt eerst nog geïmpt, hè? Je wordt eerst nog geïmpt voordat je binnenging bij die. Geïmpt? Ja. Ah, je kreeg een spuit. Niet in je arm, in je geslachtje. Ah, een spuit. Verstaan je? Een spuitje? Ja. En dan mocht er binnen. Hoeveel vrouwen waren daar? Vijf. Ja. Tamelijk weinig vrouwen voor veel soldaten. Hè? Dat duurde niet lang zo. En hoe lang mocht je daar binnen gaan? Was dan een zekere tijd aan verbonden? Ha. Dat kon zeker 10 minuten geduurd hebben. Hè? Ah, dat mocht niet langer dan 10 minuten. Ja. Hij gaat het toch niet langer. Dat is toch niet langer. Meer dan 10 minuten is toch niet voldoende, zeker. Denk ik toch. 10 minuten is voldoende? Ja, natuurlijk. Hè. Om de in de Oekraïne geleden zware verliezen goed te maken, werd in Vlaanderen met verdubbelde ijver voor de Lange Mark geworven. Het Duitse leger werd niet langer meer als onoverwinnelijk afgeschilderd, maar nu doemde de ondergang van Europa op, zo het Duitse leger tegen de aanstormende zogeheten bolsjevistische horden niet standhield. Doch sedert de tweede helft van 1943 al kende de werving voor het Oostfront wegens de kerende oorlogskansen een gevoelige terugloop. De werfcampagnes leverden nauwelijks nog enig resultaat op. Maar toch waren er nog die bij het naderende einde vertrokken, precies omdat de Duitsers aan het verliezen waren. Dat Duitsland Hitler of Hitler Duitsland op het ogenblik dat ik gegaan ben, praktisch de oorlog verloren had, was voor mij een reden te meer. Want het was dringend nodig dat er nog meer naar het front gingen om dat Oostfront te doen standhouden tegen die Russische vloed die afkwam. Die rode vloed die Europa ging overspoelen. U bent gegaan precies omdat de Duitsers aan het verliezen waren. Inderdaad. Dat mag ik eerlijk met de hand op het hart getuigen. Want het was een zeker inopportune datum. Begin 1944 hadden de Sovjettroepen de Duitse omsingeling rond Leningrad doorbroken. Tijdens het daaropvolgend zomeroffensief dreigden ze de Duitse legergroep Noord in Estland te omsingelen. De 19 juli 1944 werd een versterkt bataljon van de pas wederopgerichte SS-stormbrigade Langemark in allerijl van de oefenplaats Knovits naar het front nabij de stad Narva overgebracht om er samen met andere vrijwilligers de Russische vloedgolf in te dijken. Onder de zowat 500 Vlamingen van de kampgroep Reeman, genoemd naar de naam van de bevelvoerende Duitse Hauptsturmführer, waren er heel wat vrijwilligers die voordien geweigerd hadden de SS-eed af te leggen en daarom door de SS als PU, politisch unzuverlässig, politiek onbetrouwbaar, waren bestempeld. Ja, daar hadden wij de indruk dat het wel werkelijk, dat er gezocht werd naar die mensen die sterk weigerden om die een SS-eed af te leggen destijds, dus die PU's. Dat wij hadden sterk de indruk dat ze die mensen daarvoor gebruikt hebben. Hm. Dat was een verloren zaak, wij gingen daar naar een kerkhof. Hm. En daar hebben ze ons wel voor gebruikt. Want dat Balticum, dat alles legde zich daarop, spitste zich toe op dat Balticum. En wij zagen dat de Russen daar een reusachtige omsingeling van maakten. Dat is trouwens na ons gebeurd. Wij zijn met moeite op bepaalde plaatsen door brandende stations gereden. En wij wisten dat er voor ons geen schijn van kans was om daar normaal nog uit te geraken. Is u daar niet via de luidsprekers toegesproken in het Vlaams, meneer Tollenaar? Onder andere, ja, wij werden door luidsprekers die opgesteld waren door de Russen aangemaand
ons over te geven dat we alles zouden krijgen. En dat gebeurde in het Vlaams? En dat gebeurde volledig in het Vlaams. Ja, hebben jullie die uitnodiging om zich over te geven en het veel beter te hebben, werd tenminste gezegd, hebben jullie dat opgevolgd? Dat konden we niet. Waarom Want niet? Wij wisten dat we niet meer levend zouden teruggekeerd zijn. Hoezo? Zij zouden ons dood gewoon beschouwden als racisman en zouden ons neergeschoten hebben. Ondanks de massale Russische artilleriebeschietingen en luchtbombardementen hielden de Vlamingen van de kampgroep Reeman einde juli 1944 rondom de Kinderheimhoogte aan het Narva-front in Estland verbeten stand. In bloedige lijf-aan-lijf-gevechten wisten ze gedurende 7 dagen en 7 nachten de opeenvolgende Russische stormlopen af te weren, weliswaar ten koste van zware verliezen. Dit leverde hun een vermelding in het Duitse Weermachtbericht op. Volgens generaal Steiner ging het er in de Vlaamse frontsector zo erg aan toe als de Verdun tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vooral het Vlaamse antitankgeschut gedroeg zich heldhaftig en bracht de Russische panzers zware verliezen toe. Voor de 22-jarige antitankschutter en gewezen mijnwerker Remy Schrijne leverde deze inzet alvast een ritterkruis op. Schrijne was de enige Vlaming die met deze meest gegeerde Duitse onderscheiding werd vereremerkt. Hij werd in het Weermachtbericht van de 5 augustus 1944 persoonlijk bij naam om zijn onvoorwaardelijke inzet vermeld. Toen de Russen op een paar meter waren genaderd, had een Vlaamse kanonier zijn panzerafweerkanon en daardoor zichzelf bewust in de lucht doen vliegen. Daarboven was de Duitse bevelhebber Reeman in paniek geraakt en had hij van een wel zeer lichte verwonding in feite een schram gebruik gemaakt om zich terug te trekken. Wat hebben jullie dan gedaan zonder commandant? Dan heeft een jonge Vlaamse onderstumvuurder, een luitenant, Georges Daze, het bevel overnomen. Mm. En heeft ze dus de kampgroepen 7 dagen lang geleid. Oh ja. Dan het geschut Reep, het tweede kanon, dat dan door een granaatsplinter ergens een ding... een apering aan het geschut gekomen dat zich niet meer bewegen kon, naar links, naar rechts of oh ja, omhoog of omlaag. Dat was dus ook uitgeschakeld? Dat was dan ook opengegaan. En dan bleef er maar één enkel over? Dan bleef er maar één. Het geschut van Jefke Grootarts over, waar ik richtschutser was. Daar kwamen een hele hoop tanks, T-34. En dan heb ik het daar kunnen vijf vernietigen. En vier waren ze dus buitengevecht, die lagen dan op de Russische lijnen zelf nog. Kosten misschien later nog teruggebruikt worden, was een ketting kapot of ja, de dooien erin. Ah ja. En dan hebben ze ons gebombardeerd en trommelvuur, dag en nacht, 7 dagen lang, onafgebroken, hebben ze dat gedaan. We hadden natuurlijk zwaar verlusten aan manschappen en officieren daarbij. En zijn er van de bemanning van uw lucht, of liever het panzerafweerkanon, zijn daar ook manschappen van gevallen, ja, weggevallen? Ik had onderschaffeur Grootarts is gevallen en dan nog een, die zijn naam, kom niet naar binnen, ja, en dan een heeft nog zijn been verloren en dan nog anderen nog lichter gekwetst, juist gelijk als ik. Ja, dan bleven er maar een paar van over. Dan bleven er maar een paar over, ja. Dat is dus 6 dagen geduurd en dan op een keer kwam de Rus na een zwart trommelvuur, nog geweldig, met zijn artillerie van de schepen en alles, en bombardementen. Ah, van op de Oostzee? Van daar. Op de Oostzee, oh, ja, ja. Beschoot die ook nog? Beschoten ze ons en... Ja. Dan was onhoudbaar geworden? Was onhoudbaar en dan kwam met een zugvuurder of pelotonchef, onderstuurvuurder Lapeyre. En die gaf bevel dat we ons moesten afzetten. En dat hebben ze dan gedaan? Achteruit, ja. Ik heb dat geweigerd. Mijn mannen zijn meegekomen met de pelotonchef. De overblijvende bemanning dus van dat panzerafweerkanon zijn ook meegegaan? Die zijn meegekomen met de laperen. Dan stond u daar alleen met dat kanon? Ja. Het was niet de eerste keer dat ik dat voor had, dat ik alleen schoot. Maar ik laadde hen alleen en ik richtte hen alleen. En ik had dan nog zo dus één tank 34 afgeschoten. En vier, hoeveel? Eén. Eén, ja. Eén tank 34 nog en 4 Stalin-panzers. En Stalin-tanks. Gans alleen over? Gans alleen, ja. Ja, waarom deed u dat? Ja,
Ik wist dat ik me daar terugtrok, dat dan mijn Vlaamse medestrijders in gevangenschap kwamen en dat we dan misschien allemaal doodgeschoten worden, want de Russen maakten een onderscheid tussen Duitse en Vlaamse of buitenlandse waffen-SS. Het grootste gevaar was altijd daar dat de buitenlandse waffen-SS, dat ze tegen de muur gesteld worden, zonder boe of wat te zeggen. Dat is dikwijls genoeg gebeurd. Totdat ik dan de vierde Stalin-tank afschoot en de granaten moeten zich gekruist hebben, want ik kreeg tegelijkertijd een voltreffer en ik denk dus dat de vierde Stalin-tank mij ook geraakt heeft. Op hetzelfde ogenblik, dat u die vierde uitschakelde, ja. Die vierde Stalin-tank uitschakelde. Ik was dan nog een keer licht verbond en klak met Wermd achter me geschud en op dat ogenblik ongeveer heeft de Rus dan zijn gevecht afgebroken, omdat hij dacht dat er misschien nog meer kanons stonden, omdat ik al een keer links en al een keer rechts op de panzer schoot en afschoot, en al een keer in de midden, dat hem daardoor misschien in de war gebracht was, dat er nog meer geschutten stonden. En ze hebben zich alle teruggetrokken. En is er dan geen versterking gekomen van Duitse en Vlaamse zijde? Nadien zijn er terug Duitse panzers naar voren gekomen en de Vlammen zijn ook meegekomen op bevel, omdat er daarvoor nog weerstand was en dat ze dan toch gezien hebben dat de Rus zich terug in zijn eigen linie getrokken heeft. En dan de zevende dag zijn we dan, of de achtste dag zijn we uitgetrokken en dan meldde ze dus de kampcommandant Georges Daze, kampgroep Langemark, met 35 man. Overgebleven. Van de 350 man. Dat was 1 op 10 die overbleef. 1 op 10. En we hadden daardoor ook 5 officieren dood. Remy Schrijnen, kan u mij verklaren waarom u zich zo uitzonderlijk hebt ingezet? Ik heb ingezet normaal als soldaat. John, dat is toch niet meer normaal te noemen. Velen zouden dat gewis niet gedaan hebben. Ja, in zo'n moeilijke omstandigheden andert niet ieder mens gelijk. Had jij de bedoeling om te sterven? Nee, niet het minste. Integendeel. Maar dan gans alleen blijven bij die aanstormende Russen. Ja. Waarom doet u dat? Omdat ik overtuigd was dat het ons leven was als ik dat bleef. Dat u het leven van de anderen zou redden? Van de anderen en van mij. Een soldaat moet alleen niet weten hoe hij vecht, maar ook waarom hij vecht, voor in het leven te blijven. En u wist dat? Ja, dat lag. Waarom u vocht? Ja, ik wist waarom ik vocht, voor in het leven te blijven. Slechts een kleine helft van de zowat 500 man sterke kampgroep Reeman, waartoe Remy Schrijnen behoorde, kon begin september 1944 uit de Russische omsingeling in Estland ontsnappen. De overlevenden werden naar Duitsland overgebracht, waar inmiddels uit België gevluchte collaborateurs de gelederen van de uitgedunde stormbrigade Langemark kwamen versterken. Samengebracht in een zowat 5000 man sterke mini-divisie, Langemark, werden de Vlaamse oostfronters bij het einde van de oorlog in Pommeren en aan de Oder ingezet in een laatste poging om de Russen de weg naar Berlijn af te snijden. Maar daarover meer in de laatste twee programma's van deze reeks, twee programma's over de periode na september 1944. Nog een goedenavond.